Goedemiddag en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Parkinson TV. Na de coronaperiode eigenlijk weer een eerste uitzending die weer eigenlijk volgens ons normale schema is. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En we praten vandaag over sporten en Parkinson. Voorafgaand aan deze uitzending hebben we via Facebook u gevraagd of u sport en welke sport u doet. En we waren verrast door de variëteit aan sporten die langskwamen. Van qigong tot wandelen, tot bootcamp, tot boksen. Een hele grote variëteit en 70% van de mensen gaf aan ook daadwerkelijk regelmatig te sporten. Dus een heel actueel en leuk onderwerp om daar vandaag met elkaar over door te praten. Dat doe ik weer met drie gasten hier in de studio. Allereerst naast mij Marine Scheurtsen. Welkom, fijn dat je er bent. Je kreeg 7 jaar geleden die diagnose Parkinson en ja, sporten bleek voor jou eigenlijk een heel belangrijk medicijn. We horen graag vandaag jouw ervaringen. Okay. Naast jou zit Marleen Seinstra. Jij bent dansdocent en choreograaf bij de dansdivisie, komt uit Friesland. Fijn dat je er bent om jouw ervaringen te delen. En Bas Bloem, onze vaste Parkinson-neuroloog. Fijn ook dat jij je aansluit vandaag. Mocht u zelf vragen hebben over sporten en Parkinson, dan kunt u die ons live stellen via de website. En dan aan het einde van de uitzending zullen we op die vragen terugkomen en zoveel mogelijk van uw vragen ook beantwoorden. Marinus, ik wil bij jou beginnen. Zoals ik al zei, zo'n 7 jaar geleden kreeg jij de diagnose Parkinson. Kan jij vertellen hoe jij toen in het leven stond? Ik merkte al een poosje daarvoor dat ik vaak met een klapvoet liep met mijn linkerbeen. En ik had last van een rusteloos been. En op een bepaald moment zag ik zelfs mijn wijsvinger wat trillen boven het toetsenbord. En ik ben toen naar de huisarts gegaan, die stuurde me door naar een neuroloog met de mededeling erbij dat het in ieder geval geen Parkinson zou zijn. Dus het was een beetje een verrassing dat ik de bevestiging kreeg van de neuroloog dat het wel Parkinson was. Maar dat was voor mij aan de andere kant ook gelijk een soort van geruststelling dat het ook niet een van, weet ik veel wat voor andere enge ziekte zou kunnen zijn. Had je een idee waarom de huisarts zo zei van het is in ieder geval geen Parkinson? Heb je daar... Hij gaf aan dat dan de tremor echt zo'n schutbeweging zou moeten zijn, terwijl dat ik een lichte trilling had. Dus ik denk dat hij een vroeg signaal met een laat signaal door elkaar haalde. Ja. Dus, ik kreeg vanuit de neuroloog gelijk de bevestiging mee van bewegen is goed. Dus ik ben op dat moment eigenlijk al gelijk ertoe overgegaan om de auto thuis te laten staan en naar kantoor te wandelen. En eigenlijk heb ik een paar jaar later, nadat ik veel gelezen had, voorbeelden van mensen gezien met goede ervaringen, besloten om echt fanatiek te gaan sporten. En dat heeft mij het nodige gebracht. Mooi hoe je dat beschrijft. Ik wil eigenlijk beginnen met een mooie video die gemaakt is over naar aanleiding van een project. Ja. Waarin we aandacht vragen voor kennis bij sporttrainers over sporten en Parkinson. En jij hebt daar een rol in gespeeld en die laat Klopt. Eigenlijk heel mooi zien wat sporten voor jou betekent. Dus daar wil ik even naar kijken met elkaar. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see. Thank you.
zie Bas en Marleen hier ingespannen kijken naar deze mooie video. Wat een topproduct, zeg. Echt heel gaaf om te zien. En, zijn we ook erg trots op. Nou, daar mag je ook trots op zijn. En ook wel heel bijzonder, misschien toch even dat ik dat mag zeggen. Sparks, initiatief van je eigen dochter. Daar moet je natuurlijk ook super trots op zijn, toch? Dat kun je wel stellen, ja. Dat, ja. Absoluut, op die hele groep. Maar uiteraard ook op mijn dochter. Wij zijn naar de studentenprojecten, waarbij ze aandacht hebben gevraagd om kennis te verspreiden onder sporttrainers over de ziekte van Parkinson. En jij mocht daar, of wilde daar als model in... Moest. Moest, hè? Ja. Wist ik niet. Ja, maar goed, het is een prachtig product. En Marleen, als jij dat ziet, wat roept dat bij jou op? Ja, mooi. Wat deed je van spelletje op het eind met die kaartjes? Dat was het spelletje wat een van de andere student companies heeft ontwikkeld als product. Dus dat was een beetje een vorm van cross-selling, zeg maar. Oké. Okay. Dus ik weet niet eens de naam van het spelletje, maar... Maar het geeft in ieder geval heel mooi weer dat sporten ook gewoon een hele positieve invloed op een heleboel andere dingen heeft, hè, voor jou ook. Dat was ook de boodschap die we mee wilden geven, dat ik duidelijk geen zin had in dat spelletje toen alles slecht ging en daarna... Je vindt je blik zo indringend de eerste keer dat je langs de keukentafel loopt en dat je gewoon aan alles aan jou ziet, het lukt niet. En gewoon zo ook gefrustreerd en verdrietig en teleurgesteld en wat er niet lukt. En die bal die onder in het net landt van tevoren en dat je denkt van verdorie, je gunt het hem zo. Hè? Het is echt heel mooi. Ja. En dat laat ook wel zien dat je echt sporten op maat moet doen. Hè? En je kan natuurlijk wel zeggen tegen mensen, ga lekker sporten. Maar als je Parkinson hebt en het loopt niet, dan kan het je ook juist frustrerend zijn. En dan gaat het er helemaal de verkeerde kant op. Dus ik vind het een ontzettend motiverende film. Echt gaaf. Ja. Marinus, we zien je daar tennissen. Is dat de sport ook die jij doet? Of doe jij andere sporten? Kun je iets over vertellen? Tennissen doe ik al jaren, maar dat is één keer in de week een uurtje. Maar ik ben fanatiek begonnen met onder andere fitnessen. Doe ik vijf keer in de week een kracht- en cardio-circuit. En daarnaast doe ik ook power yoga twee keer in de week. Voor de balans en de flexibiliteit. Ik ben even aan het rekenen. Vijf keer in de week fitness, twee keer in de week power yoga en één keer in de week tennis. Ik sport zes keer in de week, alles bij elkaar een uur of tien, als alles volgens schema verloopt. Wauw, was je altijd een sporter? Dat uurtje tennissen in de week, dat heb ik altijd gedaan en daar bleef het meestal bij. Dus ik ben er echt doelbewust aan begonnen. Ja, en dat is echt geweest nadat je de diagnose Parkinson kreeg? Nee, anderhalf jaar later zelfs, nadat ik steeds meer medicijnen nodig had en me eigenlijk steeds ellendiger begon te voelen en futloos, energieloos voor in de kamer zat. En ik heb veel gelezen over mensen die daar goede ervaringen mee hebben en dat heeft mij getriggerd om dat op te pakken. En wat brengt het jou, dat sporten? Ik voel me sowieso fitter en sterker. Ik kan veel meer. Ik bedoel, een citytrip zou ik niet aan moeten denken nu als ik dat niet gedaan had. Wat me nog meer brengt is ook een stukje de gezelligheid en de sociale contacten van de groepslessen en de sportmaatjes waar ik dat mee doe. Ik ga ook regelmatig met mijn vrouw en mijn dochters sporten. Dat motiveert ook extra om het zeker vol te blijven houden. En wat ik zeg, met name fitter. Ik zou niet weten waar ik nu zou staan als ik dat niet gedaan had. Ja, dus je voelt je fitter, zeg je, en meer plezier in dingen. Je geniet ook van het samen sporten. Als je kijkt naar de Parkinson, heb je het gevoel dat sporten daar iets doet? Ja, ik merk, zeker nu ook in de coronatijd, is het allemaal wel wat lastiger en wat minder geweest. Ik heb wel geprobeerd om online wat trainingen mee te doen en wat vaker gaan wandelen en dergelijke, maar zonder die groepsdruk en zonder de gezelligheid van de groep vond ik het lastig om dat op te brengen. En dan merk ik dat mijn symptomen echt wel erger worden. De tremor en de stijfheid. Dus ik merk duidelijk verschil. Ja. Dus het doet echt iets met hoe je functioneert ook. Ja. Absoluut. Ja. Marleen, jij bent dansdocente. Kan je iets vertellen over wat jij biedt aan mensen met Parkinson? Ik geef al 6 jaar dansles aan mensen met Parkinson. En ik zal dat omschrijven als moderne dans, maar dat zegt heel veel mensen niks. Het is een stijl waar iedereen in mee kan doen, dus je hebt helemaal geen danservaring nodig. En we doen heel veel met muziek, is natuurlijk ontzettend belangrijk bij dans. En ontspanning. En dat doe ik nu al 6 jaar.
En hoe heeft dat vorm gekregen? Want je bent ooit eens begonnen. Ja, ik had het niet zelf bedacht. Ik werd gevraagd door een fysiotherapeut. Of ik dansles wilde geven aan mensen met Parkinson. Want ik geef al heel lang dansles. Toen dacht ik, nou weet ik niet. Ik ken die hele doelgroep niet. Ik weet niet of ik dat wel leuk vind. Ik was na één keer om. Ik vond echt, ik heb met de fysio dingen doorgesproken. Van wat zou je dan kunnen doen? Wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen? En zo met leren. Hè? Ik moest het ook nog leren, want het was voor mij wel nieuw. Maar ik vond het echt geweldig. En ik doe het nog steeds elke keer met plezier. Alleen helaas de afgelopen tijd niet. Maar door de coronacrisis was het natuurlijk voor jullie ook heel lastig. Ja. Ik zie je helemaal gaan stralen als je vertelt over wat het met je doet. We hebben een paar beelden daarvan. Misschien is het leuk om daar eerst eventjes naar te gaan kijken. This is what we believe. There are things in this world more powerful than words. A single look, a shift in weight, a hand, a palm, a finger can move you, can seduce you, can make you believe in magic. Because movement is the most basic form of communication for every human being on the planet. It expresses what a whole bunch of words never could. Lyrical, breaking, jazz. Each as powerful as the next that expresses the people, the culture, the place that they come from. A moving record of our human existence. But it's not about how many flips, or how many spins, or how straight. It's how far you can stretch your soul. For all those who dance, the ones who love to move, at a wedding, at a party, or just in the living room, dance moves you. We know the feeling, because we're those people too. And now technology makes it possible for all of us to be together, to rediscover each other, and the common rhythm that unifies us all. There are things in this world more powerful than words. And now there's a place to share them. This is what we believe. Het zijn prachtige beelden van een voorstelling, hè, die jullie hebben gegeven. Kan je iets vertellen over wat het doet met de mensen in jouw groep? Het dansen en ook zo'n voorstelling als dit? Nou, het geeft ontzettend veel zelfvertrouwen. Je wordt er gewoon heel erg blij van. Als je op zo'n groot podium komt te staan voor zo'n groot publiek, dan iedereen komt zo trots van dat podium af. En dat is het allermooiste gevoel wat je mensen kan geven. Dus het vertrouwen in jezelf en dat je veel meer bent dan een patiënt, maar een mens met een verhaal. En die probeer ik in die voorstellingen ook aan bod te brengen, want iedereen heeft natuurlijk een heel ander verhaal. En dat vind ik het allermooiste gewoon van dans. Dat is nog net anders dan tennis. Hè. Ik kan het ook op een podium zetten en daarmee aan een groot publiek laten zien. En jij kan met je tennisracket ook op dat podium gaan staan, maar ik weet niet of dat zoveel indruk maakt. Ik denk niet dat er veel publiek komt. Nou, ik kan er best wat leuks van maken. Ja, dat stukje zelfvertrouwen, dat vind ik echt, dat is uniek dat je dat mag geven aan mensen. Ja, nou Bas, we horen hele enthousiaste, echt inspirerende verhalen, hè, over bewegen bij Parkinson, zowel van Marines als van Marleen. Kun jij vanuit de wetenschap iets vertellen over wat de meerwaarde is, wat weten we daarover? Nou, laat ik eerst even zeggen dat ik het voorrecht heb gehad om erbij te zijn in Friesland, in Leeuwarden, toen Dansen op Recept, zo heet het, hè? Mm-hmm. Heb ik dus een voorstelling na. En als ik het nu zeg, krijg ik er weer kippenvel van. Daar staan daar mensen met beginnende Parkinson, met late Parkinson, mensen met rollators aan de dans, iemand met een rolstoel.
en de saamhorigheid en echt de kunst ook. Het was heel artistiek. En er was één scène, die staat helaas niet hier, maar dat is mijn favoriete, dat weet jij. Maar daar staan allemaal mensen, extreem voorovergebogen. En dan komt er een klein meisje en die raakt die mensen aan en die komen allemaal weer overeind. Nou, als ik het nu vertel, denk ik, hoe verzin je het? Het is kunst, het is creativiteit, het is gezond bewegen. Ik vind zelf dansen een hele mooie manier van sporten, omdat het groepen is. Het muziek biedt een ritme aan. De danspartner geeft ook wat stabiliteit en veiligheid. Het is ook het sociale element waar Marinus het over had. Het is niet de enige manier van sporten, maar het is een hele mooie manier van sporten. En ik denk een vraag die wij heel graag krijgen is van, we hebben bijvoorbeeld een studie gepubliceerd over fietsen. En mensen zeggen, moet ik dan gaan fietsen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Doe iets wat je leuk vindt, doe iets wat je volhoudt, varieer het. Je bent echt natuurlijk het levende voorbeeld. Hè? Ja. En je tennist, en je yoga, en je fitness. Varieer het, hou het vol, maar doe iets wat je leuk vindt en wat je volhoudt. En als antwoord op jouw vraag, lange introductie, maar ik ben gewoon zo enthousiast over wat jullie doen, sport is echt een evidence-based behandeling geworden. Dus er is goed wetenschappelijk bewijs dat sporten werkt als een medicijn. Het onderdrukt met name de lichamelijke symptomen. Dus de stijfheid, de traagheid, die verbetert net als een medicijn. Daarnaast hebben we heel veel hoop, maar daar is het wetenschappelijk bewijs nog iets dunner, dat het iets doet op de zogenaamde non-motore symptomen, dus op slaap, op obstipatie, op de luie darmen, en op een heleboel op cognitie, op het denken. Dat is iets minder hard bewezen, maar ook daar begint het bewijs zich op te stapelen. En daarnaast is er de hoop dat Parkinson naast een symptomatisch medicijn, hè, dus onderdrukken, misschien ook iets doet met de progressie van de ziekte. Nou, dat is nog het minst bewezen, maar kan wel aankondigen dat we de studie die ik noemde, hè, waarbij we mensen met Parkinson 3 keer in de week op een home trainer lieten fietsen, dat leidde ertoe dat de controlegroep in ernst achteruit ging, daar waar de fietsgroep stabiliseerde. Dat is niet hetzelfde als bewijzen dat je de ziekte afremt, maar wel heel hoopgevend. We hebben bij diezelfde groep mensen hersenscans gemaakt. En dit is te cool voor woorden. Maar wat we zagen is dat in die groep die sportte, de afname in het volume van de hersenen, die altijd bij iedereen optreedt, stop werd gezet. En dat het brein nieuwe uitlopertjes ging maken. Nou, als dat iets mensen moet stimuleren om te gaan sporten, dat je al met 3 keer in de week je brein weer gunstig laat aanpassen. Ja. Ongelooflijk. Ja, hey, en als je dan even alles zo wat jij schetst, hè, dan hebben we het over het effect van sporten. Jij zegt het doet sowieso iets op de symptomen. Ja. Die onderdrukt het, net als wat de pillen kunnen doen. Het doet wellicht ook iets op bijvoorbeeld slaap of ja. Jij gaf dat zelf ook een beetje aan. Hè? Jij gaf voor de uitzending aan, misschien kan je het zelf vertellen over, dus niet zozeer een motorisch effect, maar juist heel non-motorisch. Nou, wat bij mij een heel duidelijk punt was, was de futloosheid die ik ervaarde voordat ik begon met sporten. Als mijn vrouw dan zei van, zullen we een stukje gaan wandelen, dan zat ik rustig in de hoek te wachten tot het overging, bij wijze van. En nu heb ik gewoon weer energie om dingen aan te pakken. En, zelf dus initiatief. Het gaf energie en initiatief, ja, inderdaad. Absoluut. Heel mooi, hè? En tot slot wat jij schetst is dat het wellicht sporten ook iets doet in het brein met die ziekteprogressie, maar dat is dus nog, dat is heel jong nog. Nog heel jong, maar veelbelovend. En volgens mij moet dat mensen enorm motiveren om regelmatig te gaan sporten. Ja. En je zei 3 keer in de week, hè? Is dat er nog een tijdstermijn aan of is intensiteit dan nog iets wat belangrijk is? Nee, er zijn een aantal studies die ook dat nu steeds beter gaan onderzoeken. Eigenlijk is het interessant, we hebben al gezegd, sporten is net een soort medicijn. Maar voordat de medicijn op de markt komt, wil je weten hoe zit het met veiligheid, bijwerkingen, hoe zit het met de dosis. En eigenlijk weten we dat van sporten nog niet heel goed. Er is wel een hele mooie studie geweest uit Amerika, de SPARKS-studie, waarbij ze mensen op een lopende band lieten rennen. En dat lieten ze of doen op 60% van hun maximum of op 80%. En een controlegroep ging alleen stretchen. En 60% was beter dan niks, maar 80% was weer beter dan 60%. Dus ja, er zit ook een dosiseffect in. En dat ging in dit geval om intensiteit. Je kunt de dosis ook aanpassen door vaker te sporten. Dat is in alle eerlijkheid slecht onderzocht. De norm gezond bewegen zegt, doe in ieder geval 3 keer per week iets. Zelf zeg ik tegen mijn patiënten, doe elke dag iets. En de reden dat ik dat aanbeveel, is dat dat dan een ritme wordt. Want als je 3 keer in de week sport, en dat kent iedereen, dan denk je, oh ja, er is altijd morgen. Als je van jezelf elke dag moet, is er no ifs, ands or buts,
dan moet je ook elke dag wat. No ifs, ands or buts. Ja. Precies. Ja. En mensen vragen me ook heel vaak, kan ik het dan niet overdoseren? Want dat is dan ook een vraag, het zit aan die veiligheid vast. En dat antwoord is misschien wel. Dus ik zeg altijd, je hoeft niet in een roze spandex pakje helemaal aanmechtig hijgend als een postpaard over je spinfiets te hangen. Kun je die nog een keer zeggen? Ja, wat ik daar serieus mee bedoel is, eigenlijk is het hele simpele doseringseffect, is zorg dat je een beetje gaat hijgen, dat je zinnetjes wat korter worden, maar dat je nog wel een gesprek kunt aanknopen. Dan doe je het goed. En als je dat elke dag doet, dan doe je het zeker niet te veel. Er zijn wel anekdotes van mensen met Parkinson die bijvoorbeeld voor het goede doel elke dag een marathon gingen lopen. En nogmaals, anekdotes, maar er zijn mensen slechter geworden en die ook nooit meer opknapten. Dus we denken dat echt het extreme sporten misschien onverstandig is, maar goed gedoseerd, 30 tot 45 minuten, liefst elke dag, maar toch minimaal 3 keer in de week, dat is je goede dosis. Ja, dus dat is eigenlijk een mooi recept, hè, wat je zo schetst, net als hoe je de pillen voorschrijft. Precies, ja. Daar kan ik mijn handtekening onder zetten. Ja. Ik hoor jou ook al iets zeggen over, nou, kun je overdoseren? We hadden het net over mensen die zagen ook op de filmbeelden, hè, die in een rolstoel bijvoorbeeld zitten. Er zijn natuurlijk ook grenzen aan wat kan bij mensen met Parkinson. Marlene, hoe is dat bij jou? Kan iedereen bij jou meedoen? Ja, iedereen kan meedoen. Dus ik heb mensen in de les die zitten in een rolstoel, mensen die lopen achter een rollator en mensen die kunnen eigenlijk nog heel goed bewegen. En dat is het mooie van dans. Want als ik een choreografie aanleer, dus een aantal dansbewegingen achter elkaar, dan maak ik dat zo dat je dat zowel staand als zittend kan doen. Dus jij neemt eigenlijk in dat opzicht barrières echt wel weg door creatief te kijken naar wat kan. Ja. 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 Marine, als we het over barrières hebben, ervaar jij wel eens barrières om te gaan bewegen of om te gaan sporten? Of herken je dat bij andere mensen? Nou, ik herken dat wel bij andere mensen. En ik heb zelf ook, voordat ik de gang had, zeg maar, merkte ik ook wel dat ik, als ik wat stijf was 's morgens, dan ging ik het opstaan, uitstellen. En wat Bas ook al aangeeft, dan heb je altijd wel een reden om een keer niet te gaan. En uiteindelijk heb ik een ritme gevonden dat het gewoon, die 6 keer, die staan gewoon keihard in mijn agenda. En ik zet de avond van tevoren mijn tas klaar. En dan gaat de wekker. En dan is het niet kijken of ik zin heb om te gaan. Ik ga gewoon. Dat is een super simpel trucje eigenlijk. Hè? Dat je je tas bijvoorbeeld klaarzet. Ik herken dat van mezelf ook wel. Dat als ik soms wat twijfel heb, dan doe ik in ieder geval vast mijn hardloopkleren aan. Want never niet dat je die uit gaat doen. En terwijl je niet gesport hebt. Dat is je eer te na, precies. Nee, dat doe je niet. Maar dat zijn natuurlijk wel trucjes om jezelf die barrières over te helpen. Maar mag ik je vragen, Marilis, wat heeft je nou over die drempel geholpen, dat eerste moment? Want er zitten mensen nu te kijken en die denken, misschien moet ik het ook maar doen. Maar dat eerste, kijk, nu is die ritme. Maar wie heeft je over dat eerste drempeltje heen geholpen? Kun je ons daarin meenemen? Ik heb een aantal filmpjes gezien en posten op Facebook chatgroepen van mensen uit Amerika met name ook, die aan mudruns en dat soort zaken meegedaan hebben. En dan denk ik hou nogal van een uitdaging. Als iemand tegen mij zegt van dat kun jij niet, dan krijg ik de neiging om te bewijzen dat het wel kan. En ik heb eigenlijk mezelf daarin uitgedaagd. En voor mij de eerste initiële trigger was het feit dat ik in een jaar tijd mijn Sinemet al om de 3 maanden verhoogd werd. En ik zat inmiddels aan 20 tabletten per dag en ik voelde me gewoon niet happy. Ja. En ik ben door het vele sporten binnen een aantal weken ben ik al terug naar 9, zelfs uiteindelijk naar 7 tabletten gegaan en ik voelde me top. Fantastisch. Je bent super snel beloond in dat opzicht eigenlijk, want dat is natuurlijk super belangrijk dat je op een bepaalde manier een beloning voelt voor datgene wat je investeert. Dat klopt, maar ik heb wel zelf ook ervaren dat je heel eigenwijs moet zijn om het stug vol te blijven houden, want je moet door de pijn heen trainen. En als jij pijn zegt, wat bedoel je dan? Nou, ik ben op de loopbaan begonnen en dat was 1,5 kilometer lopen was voor mij de max. En dan had ik eigenlijk na 500 meter had ik al pijn aan mijn scheenbenen en spierpijn en gewrichten gingen pijn doen. Ja. En 2 jaar later heb ik de Vierdaagse gelopen. Dus dat fantastisch. De Nijmeegse Vierdaagse. De Nijmeegse Vierdaagse, 44 kilometer. Ja. Dus dat, wat jij ook zei over dat je je tas klaarzet, dat je dus wel gaat, wat bij mij is altijd iedereen in de les en daar heb ik me ook altijd wel over verbaasd van, hè? Want je voelt je soms 's ochtends echt op je slechtst.
En ze zijn er altijd, maar dat volgens mij ook heel erg helpt om het met elkaar te doen. Precies, absoluut. Dus dat je elkaar, want wij drinken bijvoorbeeld ook even koffie voor de tijd en na de tijd, maar dat groepsdruk zeg maar ook heel erg helpt. In het begin, toen ben ik begonnen met heel veel cardio te doen. Dat deed ik in mijn eentje, oortjes in en dan maakte ik mijn tijd wel vol. En uiteindelijk ben ik overgestapt op heel veel groepslessen. Ja. En dan krijg je allerlei trainingsmaatjes en op maandag spreek je die en op zaterdag komt die. Ja. En een stukje groepsdruk erbij. En gezelligheid. En dat helpt enorm om het vol te blijven houden. Precies wat Bas al aangaf. Zoek iets wat je leuk genoeg vindt om lang vol te houden. Ja. En dan helpt dat groepsgebeuren eromheen, helpt absoluut. Ja, want ik merkte dat bijvoorbeeld met die coronacrisis, we mochten elkaar niet zien. Dus ik ging filmpjes sturen. Maar ja, dat gaafste dus aan, het werkt eigenlijk niet om in je eentje in de woonkamer allemaal dingen te doen. Dat de overburen ook denken, wat doet die vrouw? Ja. Maar dat is ook wel weer mooi om te zien dat menselijk contact gewoon eigenlijk het allerbelangrijkste is. Ja, absoluut. En dat is wel echt wat bij sporten hoort. Ja. Die mag ik nog wat vragen, Maris? Ja? In die film kwam er een sporttrainer. Want ik kan me ook voorstellen dat de mensen die barrière hebben, die starten en dan potdikkie en dan lukt het niet. Wat doen die sporttrainers? Kun je daar iets over zeggen? Mag ik die even parkeren tot na de vlog? Oh, dat kan. Ja, zeker. Ja, ik ben wel benieuwd naar, want die kunnen je misschien helpen. Ja, absoluut. Daar gaan we het zeker zo even over hebben. Ik was nog over één dingetje getriggerd. Jij zei door de pijn heen. En je geeft inderdaad aan, ik had pijn in mijn scheenbeen. Het triggert mij, Bas. Zijn er dingen bij mensen met Parkinson waar je wel alert op moet zijn, waar je niet zomaar doorheen moet sporten, bewegen, of wat risico's zijn bij sporten? Nou, er zijn een paar dingen die belangrijk zijn. In de eerste plaats is die effecten die ik beschrijf, gaat allemaal over cardio. En wat we met cardio bedoelen is dat je hartslag een beetje omhoog gaat en dat je gaat hijgen. Overigens is het zo dat heel veel mensen met Parkinson moeite hebben om een hartslag omhoog te krijgen, op de manier zoals gezonde mensen dat doen. Dat is helemaal niet eng, helemaal niet bedreigend, maar dat betekent dat trainen op hartritme vaak lastig en frustrerend kan zijn. Titreer het, doseer het naar dat hijgen. En dan doe je het goed. Het moet dus wel die hijgcomponent hebben. En dat betekent je hartslag gaat omhoog. Dus een risico is een hart- en vaatziekte. Dus we hebben bijvoorbeeld in onze trials altijd mensen gescreend door een sportarts om te kijken of je hart wel goed is. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat veel mensen met Parkinson, omdat ze minder bewegen, en misschien ook wel om een aantal andere redenen, en iets hoger risico op hart- en vaatziekten hebben. Maar begrijp ik dan dat jij zegt dat iedereen die nu zit te kijken en Parkinson heeft, eerst naar een sportarts moet? Ik zou zeggen, beter aan de veilige kant een keer te veel gaan. Dat kost niet verschrikkelijk veel geld en veel verzekeringen dekken het. Ik zou één keer je laten controleren om te zien of je hart gewoon een ECG met inspanning, en dan weet je dat je aan de slag kunt. Ik denk dat dat verstandig is. Ik heb het laten doen. Ook na aanleiding van het Parkinson op maat onderzoek was er iets gehoord aan mijn hart. En ik ben langs gegaan bij een cardioloog. Ja. En die heeft me heel duidelijk, er was niks aan de hand, maar heeft me wel meegegeven van op het moment dat jij tijdens dat sporten bij hoge inspanning merkt dat je duizelig begint te worden, dan is dat het moment om het weer eens een keer te laten controleren. Ja. Dus ik zou dat wel aanbevelen. Een tweede ding wat denk ik heel belangrijk is, is dat ik van heel veel mensen met Parkinson hoor, is dat ze afhaken omdat ze direct na het sporten zich ongelooflijk moe voelen. En dan denken mensen, oh jeetje, ik heb iets kapot gemaakt, nu wordt het slechter. Het omgekeerde is waar. Je hebt in feite door dat sport al je dopamine opgebruikt. Dus ja, je trillen of je stijfheid of je traagheid kan even erger zijn. Misschien zie je dat ook wel na het dansen. Mm-hmm. Is niet gevaarlijk, is niet bedreigend. Sterker nog, het is eigenlijk een medaille van goed gedrag. En wat we weten is dat die vermoeidheid eigenlijk een prikkel is voor je brein om daarmee conditie op te bouwen. En de oplossing kan zijn dat als je dat heel erg merkt, en dat bijvoorbeeld je conditie of je stijfheid een beperkende factor is om goed die workout te kunnen maken, is dat je een beetje extra pillen neemt voorafgaand aan het sporten. Als je niet weet hoe je dat doet, overleg dan met de neuroloog of de Parkinson-verpleegkundige. Ja. Maar een tabletje extra voorafgaand aan het sporten is niks mis mee. Mijn eigen brein doet dat ook. Als ik nu met jou zou gaan dansen, knijp ik een beetje Klinkt extra leuk. Dopamine. Ik zou zeggen. Gaan we zo doen. Ja. Nee, maar twee duidelijke adviezen. Dus als je, zeker als je lange tijd niet gesport hebt, je gaat intensief sporten, overleg eens of je met je huisarts bijvoorbeeld of met je neuroloog of een bezoek aan een sportarts zinvol is. Ja. En daarnaast na het sporten verslechtering bemerken kan heel normaal zijn. Dus schrik daar niet van. Schrik daar niet van. Niet van terug. En misschien nog één dingetje. En dat zit helemaal in jouw verhaal ingebakken. Bouw het op. Dit is echt topsport.
En een topsporter loopt ook niet in één keer een marathon onder de 2 uur. Die traint en die bouwt op. Jij begon met 1,5 kilometer op de lopende band. Dat vind ik zo'n mooi verhaal. En uiteindelijk loop je de 4-daagse. Dus mensen thuis moeten ook niet denken dat ze meteen alles kunnen. Bouw het op, zet wel een stip aan de horizon en ga daar naartoe werken. Een mooi bruggetje, Bas, naar de vlog. Want daarin heeft Wilfred van der Maas, fysiotherapeut, een bericht eigenlijk opgenomen over de rol die de fysiotherapeut kan spelen als je wil gaan sporten. Dus inderdaad ook, hoe bouw je dat nou bijvoorbeeld op? Dus we gaan even kijken naar zijn vlog. Goed zo, kom maar naar voren. Dan gaan we achteruit terug. Heel goed, kom maar naar mij toe, opzij. En weer terug. Heel goed, nog 1 keer, opzij. Mooi, en lopen naar de poelie. Goedemiddag, welkom. Welkom in onze praktijk. Welkom bij Fysiotherapeutencentrum Heerde. Mijn naam is Wilfred van der Maas, fysiotherapeut en als zorgverlener aangesloten bij ParkinsonNet. Graag wil ik u in deze uitzending over sporten en Parkinson een aantal verhalen en ervaringen uit de praktijk vertellen. Sporten is belangrijk. Sporten draagt bij aan goede gezondheid. Sporten heeft fysiek effect op uithoudingsvermogen, op kracht, op lenigheid. Maar ook mentaal gebeurt er wat. Sporten heeft invloed op stemming en op geheugenfuncties. Daar komt bij dat sporten plezier geeft. Sporten draagt bij aan eigenwaarde en geeft zelfvertrouwen. Het heeft invloed op sociale vaardigheden. Sporten is dus echt van belang. Voor iedereen, zeker voor mensen met Parkinson. En zoals u zag en zoals u Aard bezig ziet, was ik met hem bezig. Sportspecifiek. Aard tennist 1 keer in de week, 2 keer in de week, samen met zijn tennisvrienden. Hij wil het graag blijven doen, dat is het doel. En met hem werken we aan een aantal voorwaarden om dat te kunnen blijven doen. De afgelopen periode kon hij het niet doen, heeft hij door de coronatijd meer thuis gezeten. Hij heeft het gemist. En hij zei net, heel mooi, dat merkte ik eigenlijk pas op het moment dat ik er weer was, hoe erg ik het gemist heb. En misschien ervaart u dat ook wel. En dan is er een mooie opdracht voor de fysiotherapeut, om te kijken, om samen met u de voorwaarden weer zo te maken dat het lukt. En dat hij weer door kunnen gaan met de sport. Zo belangrijk. Maar misschien lukt sporten niet meer. Misschien is sporten te hoog gegrepen. En ook daar ligt een mooie opdracht voor de fysiotherapeut, om met u te kijken naar die vorm van bewegen die wel kan. Naar die uitdaging, dat kleine beetje extra wat u plezier en uitdaging geeft. Wat u een boost geeft. En dat kan voor de een wandelen zijn. Met een wandelmaatje. Er bestaan duofietsen waar u misschien met een vrijwilliger aan de slag kan. Zo zijn er veel vormen van bewegen. En samen met de fysiotherapeut kunt u op zoek gaan. Ook sporttrainers zijn steeds meer bedreven. En ook geschoold door de e-learning met Parkinson. Dus daar liggen mooie kansen. Maar door de coronatijd zien we ook, steeds meer mensen komen terug in de praktijk. Ondanks de zorg op afstand die we zo goed mogelijk hebben proberen vorm te geven, zijn er mensen die moeite ervaren, die meer stijf zijn, die het sociale aspect, zoals Aart ook vertelde, hebben gemist. Schroom dan niet, schrik niet. Kom naar ons toe en we kunnen met u weer aan de slag om te kijken wat er nog kan. En sporten, het maakt niet uit welke sport u kiest. Dus kies een sport die u leuk vindt, waar u plezier in heeft, want dan houdt u het vol. En op de site van de Parkinsonvereniging staat een beweegzoeker waar u per regio goed op zoek kan naar een sport bij u in de buurt. En anders zijn er altijd fysiotherapeuten of andere hulpverleners die u willen helpen. Succes met de uitzending. Ik ga nog even verder met Aard. Dag. Nou, Wilfred schetst ook mooi de meerwaarde van de fysiotherapeut hierin. Ik zie jullie allebei glimlachen. Wie van jullie wilde iets over zeggen? Nou, wat een mooie vent die Wilfred. Nee, maar zo'n coach gun je iedere Parkinson-patiënt. En dat is een beetje mijn punt, dat heel veel mensen die thuis kijken en graag willen, en ik denk dat heel veel mensen echt wel heel graag willen, maar ook wel die drempel moeten overstappen. En dan is inderdaad iemand als Wilfred een goede fysiotherapeut of een danstherapeut. Heet dat eigenlijk een danstherapeut? Nee, ik ben geen danstherapeut. Nee, zie ik dik. Zeg het, ik fijn, denk, precies eventjes goed, noemen. Goed, wat ben je wel? Ik ben echt een dansdocent. Dansdocent. Ja. Maar wel een coach, ook voor de mensen, ja, en een steun, ja, en toeverlaten. Ja. En je kan dat denk ik niet alleen, dat is meer mijn punt. Ja. Maar ik denk dat het wel precies dat woord is wat het onderscheid ook maakt. Hè? Daar waar een fysiotherapeut meer vanuit de zorg, zeg maar, kijkt naar het functioneren, mm-hmm, is die insteek voor jou heel anders, ja, denk ik. Ja, bij mij ben je gewoon danser in de les, ja, en ik spreek nooit iemand aan als patiënt. Ja. Dat is echt het grootste verschil. Dus de danslessen zijn ook echt in dansstudio's met spiegels, alles erop en eraan. Zodat je echt het gevoel hebt, ik ga niet naar een zorginstelling omdat ik een patiënt ben, maar ik ga gewoon lekker een uurtje dansen. Dat voelt heel anders. Ja, 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 belangrijk. Ja. Ja.
En jij hebt ook meegewerkt aan een project waarin we dus inderdaad de kennis voor sporttrainers over Parkinson wilden verspreiden. We hebben daar een e-learning voor gemaakt. Wat biedt dat jou, dat je meer hebt geleerd in de afgelopen jaren over Parkinson? Je vertelde in het begin al even, ja, het was helemaal nieuw voor mij. Ja, nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je weet met wat voor doelgroep je werkt. Want het gaat er wel om dat je lessen veilig zijn. Dus ja, het is hetzelfde als ik voor een groep pubers sta. Je moet gewoon weten met wie je werkt. En dat heb ik door de jaren heen geleerd. Want je leert natuurlijk ook heel erg veel van de danser zelf. Ik kan ze ook heel veel bevragen. En, dus dat is eigenlijk wel een heel mooi proces geweest. En, ja, dus enerzijds zeg je van het is goed om je te verdiepen. En anderzijds ja. Schets je natuurlijk heel mooi dat je misschien van uiteindelijk het doen en het met de mensen aan de slag gaan. Ja, en iedereen is ook anders. Dus er is niet één vorm van Parkinson. Dus je moet goed kijken naar wat bij diegene past. En de een moet ik een beetje afremmen en de ander moet ik een beetje meer motiveren. Dus, Je zegt mooi van er is niet één vorm van Parkinson. Hè? Dat triggert mij om... er zijn inderdaad ook vormen van Parkinsonisme. Bas, kan jij daar iets over zeggen? Waarin maakt dat verschil of je de ziekte van Parkinson hebt of een vorm van Parkinsonisme als het gaat over sporten? Ja, heel veel van het bewijs wat ik net noemde gaat eigenlijk bijna uitsluitend over de ziekte van Parkinson. De Parkinsonisme is eigenlijk een verzamelnaam voor alle ziekten die net als Parkinson stijfheid, traagheid, vaak ook trillen kunnen geven, moeite met lopen, moeite met de balans. Maar die gemiddeld, mens is nooit de gemiddelde, maar die gemiddeld sneller achteruit gaan, het minder goed doen op Parkinson-pillen en die ook sneller complicaties geven, zoals moeite met denken, vallen, problemen met de bloeddruk. Dus de uitdagingen voor mensen met Parkinsonisme zijn veel groter. Tegelijkertijd denken we dat alle gunstige effecten die beschreven zijn voor de ziekte van Parkinson ook kunnen gelden voor de mensen met Parkinsonisme. Alle mensen met Parkinsonisme die kijken, geldt net zo goed voor jullie, probeer te gaan sporten. Wetend wel dat de uitdagingen groter kunnen zijn, bijvoorbeeld met de balans. Dus je moet niet gaan vallen en je heup breken tijdens het sporten. Dus daar is denk ik de rol van coaching zo mogelijk nog belangrijker, om te zien dat je iets doet wat je kunt en wat je leuk vindt en wat je volhoudt. Ja, ging met dansen heel goed. Ik had twee mensen die dat hadden en die hebben dat lang met plezier gedaan. Oh, super. Fijn om te horen. Nou, mooi voorbeeld. Ja. Nou, wat ik heel leuk vind aan die beelden, ook bij jou om te zien, want jij zei bij dansen kan dat heel makkelijk. Mijn primaire idee bij dans is dat je dan op zijn minst wel moet staan en lopen. Maar jij zegt, rollator, rolstoel maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ja. Dus er is ook heel veel mogelijk eigenlijk. Hè? En ik denk dat je als sporttrainer of als dansdocent in dit geval ook een enorme dosis creativiteit hebt. Waarin je dus ook... Ja, en wat ik vind ook blijf dat elke les weer bijzonder vinden. Dat mensen achter de rollator binnenkomen in de les. En die wordt in de hoek gereden. En de hele les is die hele rollator niet meer nodig. Mooi. Ja. Ja, ja. Marinus, Bas stelde jou voor de vlog al een vraag over van in het filmpje zien we dat jij tennist met een sporttrainer die wat meer kennis heeft over de ziekte van Parkinson. Ja. Wat biedt dat jou? Nou, ik ben er zelf heel open geweest naar alle trainers waar ik mee train en alle sporters waar ik mee sport. Men ziet toch wel aan mij als ik moe begin te worden dat ik Parkinson heb. Maar ik ben dus ook heel open naar die trainers toe met hetgene wat lastig kan zijn. Dubbeltaken, coördinatie kan lastig zijn of hele snelle bewegingen. Daar ben ik dan ook heel duidelijk over naar hun toe. En als ze daar wat kennis van hebben, dan snappen ze ook waarom dat iets bij mij niet werkt. Of waarom dat ik ervoor kies om een andere oefening te doen dan zij zelf. Ja. Dus ik denk dat zeker de basisbeginselen belangrijk is dat mensen dat weten. Ja. Nou, wat jij ook schetste, Marlene, toen je begon met Parkinson, dat je eigenlijk helemaal niet zo'n idee had wat dat dan precies was. En nou ja, dan kun je dus of iemand als Marlene hebben die het zelf uitlegt aan iemand, maar dat kan natuurlijk ook niet iedereen. En ik begrijp wel bij jou dat het ook wel, dat het helpend is en dat het prettig is als iemand weet waar je dan tegenaan loopt. Ja, maar ik vind het voor mezelf ook prettig als mensen het weten en dat ik niet rond hoef te lopen met het idee van ze zien iets aan me. Ja. Ik bedoel, dat zou ook een drempel kunnen zijn voor mensen om niet regulier te gaan sporten. Ja. Herken jij dat? Ja, bij mij in de les, de dansers is specifiek voor mensen met Parkinson en hun mantelzorgers. Ja. Dus dan weet je dat je met gelijkgestemden bent en dat werkt ook heel prettig. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het best wel een ding is om
bij reguliere sport dan mee te doen. Ik zou dat zelf ook gaan uitleggen wat er dan aan de hand is. Ja. Er sport bij mij nog iemand met Parkinson in dezelfde sportschool, die ik ook een beetje heb geprobeerd mee te krijgen. En iemand wilde op een bepaald moment tegen hem zeggen van, als man zijnde, van kun je niet wat meer kilo's op de stang doen? Totdat ze erachter kwamen dat hij Parkinson had. En dan heeft iedereen in één keer begrip daarvoor. Dus dat vond ik ook wel een treffend voorbeeld. Ja, alleen is dat ook wel weer lastig als coach. Want je wil ook niet te snel in de, hoe zeg je dat, voorzichtig stand. Je moet ook wel, mensen zijn aan het sporten. Dus je wilt ze ook uitdagen. Dus daar moet je altijd wel goed een middenweg in zoeken. Ja. Dat je niet te snel iemand zielig vindt en denkt, oeh nee, doe maar niet hoor, dat beginnen we niet aan. Ja, nee, dus dat is dan eigenlijk ook een beetje dat maatwerk, hè, waar we het straks over hadden. Het is echt maatwerk. Ja. 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 Maar ik vind wel het mooie van wat je zegt, en daarom was mijn verspreking denk ik heel treffend, is dat je mensen neerzet als mens in hun kracht en niet als patiënt met een beperking. Nee. Ja. Dat je denkt vanuit de mogelijkheden, niet vanuit de beperking. Ja. Dat vind ik heel mooi van jouw aanpak. Ik kijk nog eventjes bij de kijkersvragen. De tijd gaat heel snel voorbij. Mensen aansporen tot sporten kan door initiatiefloosheid lastig zijn bij Parkinson. Hoe breng je iemand dan toch aan het sporten? We hebben al een paar tips gehoord. Heeft iemand van jullie nog iets? Ga jij maar eerst. Ik heb ook wel mensen die echt wel twijfelden om in die les te komen. Die heb ik gewoon opgebeld. En gezegd van, ik ben die en die en even kennis maken. Dat is een heel klein stapje en dat hielp om dan toch die in de eerste les te komen. Dus gewoon even persoonlijk contact maken. Een mooi tip. Ja. Jij wilde ook iets aan. Ik denk de tip van Marinus is betrek vrienden, familie, kinderen, maar bouw een netwerk om je heen. Dat hebben we ook gezien in onze trials, dat helpt. Zodat je dat sporten ook onderdeel maakt van je sociale netwerk. Dat je samen gaat sporten. Dat je de peer pressure hebt, zoals dat heet. Je maatjes gaan, dan moet ik zelf ook gaan. Dat is één. En tweede is natuurlijk, depressies komen veel voor bij mensen met Parkinson. Daar moeten we gewoon open en eerlijk over zijn. Dus je wil wel uitsluiten dat er een depressie is. En een depressie is behandelbaar. Het interessante is dat één van de behandelingen voor een depressie juist sporten is. Waardoor die weer beter kan worden. Maar dan moet je wel over die drempel heen. Eventueel moet je die depressie behandelen met medicijnen of met praten. Een apathie, dat is wel de extreme vorm. Dat is mensen die helemaal initiatiefloos zijn. Daar moet ik wel heel eerlijk van zijn. Die is lastig te behandelen, vaak ook niet te behandelen. Daar ligt dan vaak een grote druk op de partner. En dat is ook wel echt iets om hier te benoemen, wat ook zwaar kan zijn. Want die partner spoort de patiënt aan, weet van het belang van sporten. En de patiënt komt er maar niet toe. En dat kan best ook wat wrijving geven. Dus daar moet je dan open en eerlijk over zijn. Dus in ieder geval diagnosticeren of er sprake is van een depressie of een apathie. Dat eventueel behandelen en aanpakken, betrekken van je omgeving. Ja. Ik vind dat wel leuk dat je dat zegt van die partner, want die zijn bij mij ook in de dansles. Niet iedereen doet dat. En dat is heel leuk om te zien dat je ook even een heel ander contact samen hebt. Ja. Dus dat je even dat uurtje niet in de zorgstand hoeft, precies, maar dat je gewoon even lekker een uurtje samen aan het dansen bent, een lol hebt. En neem ze mee als je ze hebt. Ja. Ja. En dat is echt super belangrijk, want net zoals je mensen met Parkinson als mens neerzetten, niet als patiënt. Zo is de partner een partner en niet de verzorger. Ja. Alleen de realiteit is dat Parkinson een zo ingewikkelde ziekte kan worden op een bepaald moment, dat die partner ook een beetje in die zorgverlenersrol zit. En dat wil je niet en dat gun je ze niet, maar dat is wel de realiteit. Ja. En als dansen en samen sporten een uitweg biedt, hartstikke tof. Ja. Ja, mooi. Bas, ik wil graag nog één ding aan jou vragen voordat we gaan afronden. We hebben het nu ook natuurlijk over dans gehad, over tennis gehad. Wilfred gaf al aan van het maakt niet uit wat je doet als je maar beweegt. Zijn er sporten waarvan je denkt van dat is nou echt beter of juist af te raden bij Parkinson? Of sluit jij je aan bij doe wat je leuk vindt en kies uit alle soorten sporten die er zijn? Ja, vooral dat laatste, denk ik. Maar ik kan er nog een paar kleine dingen op aanvullen. Dus bijvoorbeeld krachttraining is goed. Maar doe daarnaast in ieder geval ook dat stukje hijgen. De cardio of de aerobe component heet dat met een duur woord. Maar dat hijgen moet er wel in zitten. Krachttraining is daarnaast ook goed. Krachtsverlies is iets wat veel voorkomt bij Parkinson. Dus stretchen kan ook goed zijn. Yoga is goed, allemaal prima. Maar ook die cardio component erbij. Fietsen kan een oplossing zijn voor mensen met heel veel plakken. Bevriezen, want mensen kunnen vaak nog wel fietsen terwijl ze niet kunnen lopen. Met zwemmen hebben we nu net een nieuw artikel over gepubliceerd. Moeten mensen wel oppassen. Er zijn anekdotes van mensen die verdrinken.
omdat mensen soms het stuur kwijtraken in het water en de coördinatie van de beenbeweging in het water lastig is. Dus als je kiest voor zwemmen, doe dat of in ondiep water en verwittig in ieder geval de badmeester dat je Parkinson hebt. Dus dat vind ik ook nog wel even belangrijk om te noemen. Ja. Ja, en als ik jou zo beluister en je wil dus naar aanleiding van wat je hier hoort of op welk moment dan ook gaan kiezen voor een sport, dat je bijvoorbeeld contact zoekt met een fysiotherapeut om eens te kijken, goh, waar liggen mijn mogelijkheden en wat is veilig voor mij? Ja, we hebben het over balans gehad, we hebben het nu over zwemmen, we hebben het over freezing. Dus er zijn nogal een aantal componenten waar je misschien even rekening mee moet houden voordat je een sport kiest. En misschien als het toch nog mag in de dying seconds, ga maar lekker over de tijd en wat kan het schelen, maar iets waar heel veel enthousiasme over is, naast dans, is boksen. Ik wou dat toch even noemen. Er zijn veel boksklassen in Nederland. Boksen is een hele leuke, omdat het een total body workout is. Mensen worden niet tegen het hoofd geslagen natuurlijk, maar tegen boksballen. Het is ook een sociaal element. Dus dat is denk ik ook een hele leuke, als je het aardig vindt. Ja. Het moet niet, maar dat is een voorbeeld van de denk ik. Nou, en dat is natuurlijk leuk aan de variëteit, hè? Want ook niet iedereen vindt dans leuk en ook niet iedereen vindt tennis leuk. Maar er is een groot aanbod en dat is denk ik heel goed om te weten. Ja. Absoluut. Ik ga toch richting de afronding. Marinus, ik wou jou vragen, heb jij nog iets wat je mensen mee wil geven? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen, dat we die al uitvoerig benoemd hebben, en dat is zoek iets wat je leuk vindt, zodat je het lang vol kunt houden. En daarnaast zeg ik uit eigen ervaring, ga met je neuroloog niet alleen kijken, fine-tunen van de medicijnen, wat je daar precies nodig hebt. En daarnaast, bewegen is goed. Maar ga ze allebei fine-tunen van wat kun je doen. Wat kan nog wel? En hoe help je dat? Ik vind dat je zo mooi zegt, wat kan nog wel? Kijken naar de mogelijkheden, dat is ook een paar keer teruggekomen maatwerk. En kies iets, doe iets wat je leuk vindt en wat je vol kan absoluut. Houden. Absoluut. Ja. Oké, bedankt voor al jullie adviezen, ervaringen, de mooie beelden die we hebben mogen laten zien in deze uitzending. We moeten toch afronden. Wellicht komt er nog een sporter deel 2 als ik dat zo, beluister. Mocht u nou na deze uitzending op zoek willen naar een sporttrainer die wat meer weet over Parkinson. Wilfred noemde al de beweegzoeker van de Parkinsonvereniging. Daar kunt u kijken. Daarnaast kunt u ook via de website Sporttrainers voor Parkinson contact opnemen om te kijken of er bij u in de buurt een sporttrainer is die de e-learning heeft gevolgd. En daarnaast kunt u natuurlijk ook met uw eigen fysiotherapeut, die vaak een goed beeld heeft van de eigen regio, gaan kijken, goh, welke sport past bij mij en wie in mijn buurt zou mij daarbij kunnen begeleiden. Voor nu gaan we afronden. Vanaf morgen is deze uitzending weer terug te kijken op onze website. Volgende maand zijn we er weer met een... ik zeg het niet goed. We gaan de zomerperiode in. Het voelt een beetje gek. 25 september zijn we er weer. En dan is er een nieuwe uitzending over geavanceerde behandeling bij mensen met Parkinson en Parkinsonisme. En na afloop van deze uitzending kunt u nog een korte video bekijken over het onderzoek. Het onderzoek is ook weer een beetje opgestart. Vandaar dat we na afloop van de uitzending ook weer daar een filmpje voor u voor klaar hebben staan. Voor nu ronden we af. Ik bedank jullie heel hartelijk voor jullie komst hier naartoe. En voor nu een goed weekend en graag tot de volgende keer. Hallo, mijn naam is Janne Maas en ik ben onderzoeker in het Radboud UMC in Nijmegen. Op dit moment zijn we bezig met een grootschalig landelijk onderzoek naar logopedie bij de ziekte van Parkinson en die heet de Perspectiefstudie. We zijn benieuwd of door logopedie de spraakverstaanbaarheid verbetert en daarmee ook de kwaliteit van leven. Deelnemers aan Perspectief die krijgen logopedie via een videogesprek. En het grote voordeel daarvan is dat je dus gewoon thuis kunt blijven en de deur niet meer uit hoeft. De logopedist belt gewoon bij je in. En dat ziet er dan als volgt uit. Hoi, ik ben Selma en ik kijk wel eens mee tijdens een videobelgesprek. We zijn nog hard op zoek naar deelnemers voor de studie. Het maakt niet uit hoe lang je al Parkinson hebt of wat de ernst is van je spraakproblemen.
Als je dan meedoet, dan komen er onderzoekers bij je thuis om alles uit te leggen hoe het werkt, hoe je het installeert en ze oefenen het ook even. Voordeel is dat ze de metingen ook bij je thuis kunnen doen, dus je hoeft niet naar Nijmegen te komen. Wel zo handig. Dus, heeft u spraakverstaanbaarheidsproblemen door de ziekte van Parkinson? Heb je het afgelopen jaar nog geen logopedie gehad? En heb je thuis een goede internetverbinding? Dan zien we graag je aanmelding tegemoet. Meer informatie kun je altijd vinden op onze projectpagina. Mm-hmm.